Wat heeft deze stuntauto te maken met onze AIX-voorspelling? Dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. Maar ik ga eerst even praten met de coureur die erin zit. De stuntman, moet ik zeggen. Henk Wams. Van het bedrijf Endorfine, toch? Ben je stuntman of ben je coureur? Wat ben je nou? Ex-stuntman. Ex-stuntman. Je bent gestopt met stunten? Ik doe geen stunts meer voor film- en televisieproducties. Want daar heb je er ongeveer 400 van op je naam staan. Noem eens een paar bekende. Oh jeetje, vroeger deden we series als 12 steden, speelfilm Karakter, de Oscar-winnaar. Dus... Je hebt genoeg gedaan in ieder geval. Genoeg gedaan. Hey, jullie hebben een bedrijf waarbij je stuntman voor een dag kan zijn. Kan je allerlei dingen uitproberen. Wat we zo meteen gaan doen, dat ga ik nu alvast uitleggen. Want de slip die Henk net gemaakt heeft, die ga ik ook maken. En aan de andere kant van de auto zie je een balk liggen. Met allemaal nummertjes. Loop maar even mee, dan kan je dat nog even zien. Van min 10 tot plus 10. Hier staan ze allemaal. En ik ga zo meteen proberen ook weer hier te slippen. En de middenstijl van de auto, dat is meteen de voorspelling van de beurs. Dus dat zou in dit geval plus 8, plus 9 zijn. Maar eerst gaan we kijken en luisteren naar Jan, want die zit naast Abflipsen. Ja, dat is voor niemand leuk. En ik zit met jaloezie naar jou te kijken, want jij mag weer met zo'n autootje scheuren. En ik zit met u opgeschreven. Nee, is een grapje hoor. Is een grapje, Jan. Heel Abflipsen. U heeft weer even gekeken naar de afgelopen maand. Het gaat weer goed. Ik dacht, u heeft wel eens eerder gezegd die 500 punten grens. Dat komt wel weer goed met die AIX. Ik heb u altijd uitgelachen, in en buiten de uitzending. Toch is dat van de week, afgelopen week, dacht ik, 5,90, 5,95. Hij is nu alweer wat teruggezakt, maar toch, of 4,90, 4,95. Ja. Vertel eens even, licht eens even toe. De laatste keer 4,71, de beurs. Toen heb ik aangegeven, nou, de beurs zou best 5% kunnen stijgen. Dat zou dus 5,94 zijn. Dat is die bijna geweest. Vandaag iets minder. Maar ik denk dat die beurs de komende twee weken de 500 passeert. Maar ik denk dat we over een maand, maar goed, er komen straks wel even dat wel een correctie nog is. Ja. Oké, okay, we gaan zo meteen kijken wat Gert-Jan denkt dat hij gaat worden met zijn slippartijen. U denkt wel dat hij ook nog voor de zomer, of in de zomer verder omhoog gaat. Want ja, ik vind het altijd een mooi gezegde op de beurs. Vrouwen bloot, handel dood. Voor een groot deel is het zo. Je ziet meestal dat de meeste aandeelhouders investeerders afscheid nemen in mei, juni. Dus ik denk dat die beurs in de loop van juni wel weer een correctie naar beneden maakt. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Gert-Jan. We hebben straks gaan we nog even verder praten over de winnaar van de afgelopen maand. Jij gaat de voorspelling nu doen voor wat hij de komende maand gaat doen. Je hebt net uitgelegd wat je gaat doen. Wij zijn erg nieuwsgierig of je er heel uitkomt. Kom op. Woe! Nou, eens even kijken waar ik uit ben gekomen. Het was wel leuk. Het was leuk, Jan, dit. Ik ben uitgekomen op een voorspelling van min 3. Min 3, de beursvoorspelling van volgende maand. Ja, wat vinden we daarvan, meneer Flipsen? Nou, ik denk het wel. Dat zou best kunnen. Dan praten we over eind juni. Eind juni dat de beurs iets lager staat dan nu, dat geloof ik. Nogmaals, de komende weken denk ik een stijging. Dus ik denk dat het op zich wel aardig in de richting zit. Ja, dus er zijn misschien mensen die hebben aandelen gekocht, wel of niet op uw advies. En die denken, nou, moeten ze dan zeg maar nu die winst pakken? En wat zouden ze dan moeten gaan doen? Ja, op zich niet onverstandig. Als je nu een stukje winst hebt gemaakt, misschien nog een week wachten, winst pakken en dan van de zomer lekker rust houden. En dan? Nou, misschien, laten we zeggen, net na de zomer weer instap. Oké, maar u zegt niet daarvan, ik heb een bepaald fonds of een bepaald idee waar je geld mee naartoe moet. Het enigste tip, als je echt wil speculeren, zou je in opties kunnen. Opties waren de eerste kwartaal dit jaar erg duur, omdat de beurs volatiel is. Het was erg bewegelijk. De beurs is nu veel minder bewegelijk, zelfs op een gemiddelde van de laatste 5 jaar. Dus je zou op dit moment ook rustig opties kunnen kopen, maar dan moet je wel weten wat je doet. Maar op zich is dat een redelijke tip. En nogmaals... Neem de komende weken afscheid van de beurs en wacht de zomer even af. Oké, dank u wel tot zover. Neem afscheid van de beurs, als u tenminste aandelen heeft. Ga wellicht, als u centen opnieuw wil investeren, ga in opties. En als u helemaal gratis en voor niks wil meespelen voor een spel en kans maken op een prijsje, gaat u dan even naar de site van Maximaal Ondernemen. En gaat u dan even naar het gedeelte waar je mee kan doen, kunt u invullen. Mensen die hier in de studio zijn, kunnen een kaartje invullen. En u thuis dus via internet. De winnaar van de vorige maand was de heer of mevrouw R. Overdijk. Want die heeft ons via internet laten weten 4,8561. Nou, het was 4,8561. Oh, dat was het. En die zat er dus dan het dichtst bij. Heel goed, meneer Flipsen. We samen komen eruit. Ik ben blij dat u er weer was. Okay. Bedankt.